Er heeft zo net een flashmob plaatsgevonden hier in de mall. En het is onderdeel van het project Hip Hop for Democracy. Dat is geïnitieerd door ADLAB met steun van de Amerikaanse ambassade. En ook nog wordt uitgevoerd met steun van de Young Democracy Unit, GCI en het Jeugdparlement. Waarom dit project? We willen jongeren toch erop wijzen om van hun stem gebruik te maken voor de aanstaande verkiezingen. Maar we hebben meer gedaan met het begrip democratie. We hebben het begrip democratie aan ze uitgelegd en eigenlijk ook zodanig laten spelen dat het in hun belevingswereld ook een rol speelt. Met democratie krijg je te maken in je gezin, je krijgt ermee te maken op school. Dus eigenlijk zijn we via discussies en via small lectures zijn we dus met de jongeren bezig geweest. Vooral onder jongeren heb je ook wel zwevende kiezers die zoiets hebben van ja, ik ga niet stemmen, het is toch niet iets dat mij aangaat, het is een beetje ver van mijn bedshow. Er verandert hierdoor niets aan mijn situatie. En we willen zojuist zeggen dat elke stem gewoon telt. Maar ook dat ze een stem hebben. Dus niet alleen maar voor de verkiezingen, maar gewoon, ze hebben een stem. En je moet je dus laten horen. Aan het einde is er iets misgegaan? Kijk, een flashmob gebeurt natuurlijk onverwachts. Hè? Dus het is een onverwachts optreden. Dus je weet niet wat er gebeurt. En natuurlijk voor de omstanders is dat ook heel erg spannend. Dus op een gegeven moment hadden we wel bezoek gehad van twee guards. En die wilden gewoon weten wat er aan de hand is. Ja, wat er aan de hand was. De volgende flashmob is in het centrum van de stad, omgeving het uitgaansgebied. Dat is weer ietsje anders, daar hebben we nog een aantal artiesten erbij. Daar zijn er ook nog rappers erbij. Dus het wordt, eigenlijk wordt het opgebouwd. Hè? Dus ik zou zeggen, let maar op.